Yo, kijkers van IMT. Vandaag ben ik hier met een nieuwe game, namelijk GTA 3. Dan kun je in principe iets op de achtergrond horen blazen. Want op de ene manier vindt Steam het leuk om mijn volledige grafische kaart SLI te gebruiken. Dus het heeft twee grafische kaarten lekker te blazen in mijn PC. Dus laten we lekker beginnen. Start new game. We gaan gewoon een hele GTA 3 doen. Ik weet dat GTA 5 uit is. Jongens, ga alsjeblieft niet zeiken. GTA 5 heeft betere graphics. Ja, dat weet ik. Maar deze game heeft gewoon een iets verhaal. Sorry, babe. I'm an ambitious girl. You're just small time. Liberty City is in shock today as the police and emergency services deal with the aftermath of a devastating attack on a police convoy this morning. As yet, no details have been released about the prisoners being transferred in the convoy, and no group has claimed responsibility. The convoy left police headquarters early this morning for a routine transfer of felons to Liberty Penitentiary. The attack took place on the Callahan Bridge, leaving few witnesses and the bridge itself severely damaged. Some of the convicts are thought to have perished in the explosion that followed the initial attack. Revelations as to the professionalism of the attack struck police hours afterward, when identification of the missing felons were further hampered by an attack by computer hackers on police headquarters databases. With the Porter Tunnel project falling behind schedule, this disaster leaves Portland isolated from the rest of the city. Come on! Señor Dickhead! It's no problem to kill you. You're gonna be sorry. Aye, get lost. District where we can lay low. But my hands are all messed up, so you better drive, brother. So deze game staat even wat zachter. En dus kan de Steam melding hieronder vandaan. Het komt dat ik de Steam versie heb. Ik heb een keer zo'n Humble Bundle gekocht. Ooit een keer, een half jaar geleden ergens. Resume. Wow, die mouse sensitivity. Die is echt ziek hoog, jongen. Al die geluidjes, jongen. Politie. Die oude sirenes. Wat echt gemist. De radio, jongens, heb ik het al zo uitgezet. Echt... Wow! Copyright strikes. My mother. Oh, echt heerlijk deze game. Deze graphics. Oh, heerlijk. Ik kan hier gewoon echt van genieten. Dan zou ik hier buiten mijn scherm gaan, maar dan ga ik naar OBS toe en dan klikt echt daar van alles weg. Op zich ook niet handig. En er kan een oplossing om hier te vinden. Maar de game staat nog steeds echt enorm hard staan, dus ik zet even zo wat zachter. Options, audio, game sound. Zo, beter. Dat is dan bij die oude games, dat is niet echt altijd alles... Perfecte mentos. Ik zie daar zo'n knuppel liggen, dat ik best wel graag willen hebben. Hey, get back in the vehicle. Oh, nog inparkeren ook nog. Waarom moet ik terug in de vehicle?
Oh, is meer dat? En ook eens parkeren? Oh nee, dat nog net niet. I'm not on a mission, you gotta save your game here. This is okay. Kijk, gewoon een random krant die disappeert. I know this guy. He's connected. His name's Luigi. Me and him go back, so I can probably get you some work. Come on, let's head over there. Oké, maar hoe groot is de map dan eigenlijk? Kan ik het hier zien? Nee. Inderdaad niet. Oké, ik zit in de Kuruma. Oké. We gaan deze hele game in deze al deze let's plays uitspelen. Niet in één episode, dat duurt een beetje lang. Dus het kan wel eventjes duren. Ik denk een aflevering of, laten we zeggen 60, 70 misschien. Het is best wel een lange serie. Maar lijkt het hoezo nu al leuk? Laat het hoezo even een like achter, vergeet niet te abonneren en een leuke comment te plaatsen. En dan gaan we eens kijken wat deze gast te zeggen heeft. Ik weet helemaal niet precies hoe die heet. Ik heb niet lopen opletten. Kijk, weer iemand die even met een pop-up eroverheen komt. Ah, Luigi! Ah, Mario! Knock, knock. Oh, ik moet net zeggen. Zo'n standaard GTA grap maken. Paul's got some business upstairs. Well, maybe you could do me a favor. One of my girls needs a ride, so grab a car and pick up Misty from the clinic, then bring her back here. Remember, no one messes with my girls. So keep your hands on the wheel. If you don't mess this up, maybe there'll be more work for you. Now get out of here. Zo, lekker aardig. Dus we moeten even Misty oppikken. Ik hoop dat ze een GPS-tracker heeft. Wow, die is een stift. Die ga ik eerst wel wat aan veranderen. Dat wordt echt helemaal gek. Control. Player setup, nee. Toch hier. Oh, settings. Zo. Ik heb hoezo mijn muis al vrij snel staan eigenlijk. In Windows. En dan met zo'n game erbij gaat het heel erg snel. Laten we even ingaan stappen in deze auto. Vind ik wel mooi. Nee, je krijgt mij niet. Of misschien toch wel. Jongens, ik ben nu al busted. Nieuw record? Ik ben tijdens de intro missie al busted. Hoe de fuck krijg ik dat eigenlijk voor elkaar? Ik ben echt noob, jongen. Hoe? Ik ben er nog steeds af. Hoe? Nou, weer een crashje op mijn auto. Net nieuw. Come on. Ik wil mijn andere display te kloten. Ik krijg het nog helemaal verkeerd. Dus ik allemaal dingetjes heen en weer flitsen als mijn taakbalk. Oké. Okay. Nee, ik ga niet zeggen dat hij weer gefailed is. Ik heb knock-out geslagen. Nou, deze hebben we net ook gezien. Hoef die nog een keer te zien. Nou, dan gaan we dan. Get a vehicle! Oh, radio stations. Zijn toch uit, dus... Gewoon lekker scrollen. I can't, politie, waarom rij je eens tegen mijn auto aan? Ik heb een duurdere auto. En ik ben heilig. Dus donder een eind op. Oké, ze gaat naar binnen. Mooi zo. Hi, I am Misty. Hopelijk hier geen politie. Dan moet de politie ook kwijt. Dat is nog mooier. Ik heb er helemaal geen last van. Home on C button to change the camera. Wow, slecht plan. Out of the vehicle. Free monies. Natuurlijk vergeten, auto's kunnen hier niks hebben. Ja, ze hebben een vliegende auto. Hey,
Misty, stap in. Ik kan niet eerst mijn muis vrij bewegen. Dat is wel fijn vinden als dat kan. Maar dat kan hier dus nog niet in deze game. Ik heb ook weer het verkeerde ding aangedrukt. Mission passed! $1500, jongen. 1500 doekoe. Oh nee. Nog een andere missie. Ik wil nog maar een keer doen. Okay, don't spark my bitch up. Luigi said to give you this, so here, take it. There's a new high on the street. Goes by the name of Spank. Some wise guy's been introducing this trash to my girls down Portland Harbor. Go and introduce a bat to his face. Then take his car, respray it. I want compensation for this insult. Okay, we gaan eens even leuke dingetjes doen. I'll pick up the bat. So, die camera settings, jongen. I love it. Daar gaan we dan. Hoe kan ik trouwens klaksoneren in deze game? Even, weet in de comments, dat weet ik trouwens helemaal niet eens. Uit oma, je loopt wel echt verdacht langzaam. Ik zeg dat het goed gaat met jou. Mij blokkeert in de wiel bij mij. Of van mijn auto. Dit is toch een iets fijnere camera. Oké, ik had die afgemoeten. Draaien. Dan gaan we weer deze kant op. Hoi. Een klein bochtje. Oh, wacht, hier zijn wij bij de ports. Ik ben nog een keer eerder geweest, toen ik even aan het testen was, toen deze game überhaupt wel werkend was. Oh, what the fuck? Nee! Niet OBS! Game! Dat bedoel ik dus, dat is de geluidjes. Want, is dat nu letterlijk in mijn andere scherm? OBS is currently active. All streams and recordings will be shut down. Are you sure you wish to exit? Yes or no? Dat is een nadeel van deze game. Ik moet even oplossen wat ik precies moet doen, want ik heb geen flauw idee. Gaat nog ding nog best wel eens een keer fout. Misschien een goede YouTube tutorial. Helpt echt altijd. Even naar die andere kant zien te komen. Ik krijg weer helemaal fout. Oh, we hebben nog een motorkap nodig, dus krijgt de auto meer lucht. Dan gaan we dat weggetje. Aan het begin van iedereen random te gillen. Echt een flauw idee. Is dat niet zo eng? Oh, echt drift kan ik hier nog niet. Nou, even resprayen. Ik denk dat hij roze wordt. Zo'n idee heb ik. Oké, ik moet even concentreren daar. Echt achteruit kijken kan ook. Dus kan dus ook niet in deze game. Ik had groen licht, mevrouw. Dus u moest, moest stilstaan. En mijn bakjes duren nu. Met jouw schoenen. Dus ik heb automatisch voorrang. Hé, min 1 politiester. En ik heb een lekkere deuk in mijn auto. Van een doos. Oké, ik moet buiten lopen. Nou, serieus. Staat er nog niet in. Nou, nu wel. Lopen naar buiten. En mission passed? Ja, mission passed. Nou, vond je dit een leuke episode? Willen jullie hier meer van zien? Laat even een like achter.
Dan zie ik jullie de volgende keer terug bij GTA 3.